31 maart 2019 organiseert Lions Club Quetta wederom een duck curry competition. De locaties staan naar Boudaya en het belooft een gezellige dag te worden met natuurlijk eten, drinken en nog veel meer. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Hier met de heer Remlakaan, de vicepresident van Lions Club Quetta. Kunt u ons vertellen wat er vandaag allemaal heeft plaatsgevonden? Oké, we hebben vandaag even Lions Club Quetta georganiseerd, de nationale duck curry competition voor 2019. Dat is dus de organisatie Lions Club Quetta die organiseert elk jaar zo'n activiteit waarbij we deelnemers uitnodigen uit het bedrijfsleven, vriendengroepen, voetbalverenigingen om te komen en om curry ducks klaar te maken. En een topdeskundige jury gaat op basis van blind tasting de tasting doen. En daaruit hebben we dus de vijf deelnemers die van 5-1 de scores hebben, die hebben dan gewonnen. Hoeveel keer is deze competitie inmiddels georganiseerd met vandaag erbij? Met vandaag erbij is het de 12e keer. Het is een fundraising activiteit van de Lions Club Quetta. We zijn een serviceclub, dus de gelden dat we vergaren, naar binnen halen, die gaan we dan besteden voor onze seniorendag in de maand mei. Dat Lions Club Quetta de Duck Curry Competition organiseerde dit jaar dus op Sana Boudaya. Het was een gezellige dag, u heeft het gezien en gehoord. Vergeet niet om te abonneren op dit YouTube kanaal Michael Ashwin Adin. Klik ook even op het belletje om zo automatisch op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. Tot de volgende keer.